dit is waarom ik schaats. En het ijs, je glijdt zo goed. Het is zo heerlijk om te schaatsen. Je kan zo goed met je techniek bezig zijn. Ja, dat maakt mij gelukkig. Ja, want dan ben ik wel een liefhebber. En dan ben ik hier helemaal in mijn element. Wat wil jij met de schaatsen bereiken? Nou, ik heb niet echt een lange termijn doel. Want ja, je ziet wel, het niveau is hier zo hoog. Dat is zo moeilijk hier in Nederland. Maar ik heb gewoon voor mezelf dat ik per jaar wil rijden. Mezelf wil blijven verbeteren. En dan zo zien we al waar we uitkomen. Het liefst steeds een stapje dichter bij de top natuurlijk. Als een kindje van, ik denk 4, zat ze 's ochtends naar Nagano te kijken. Marianne Timmer aan te moedigen met de Nederlandse vlag. Maar de echte nationale top, zit dat erin? Nou, ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik had überhaupt zelf al niet eens verwacht dat ik dit ooit zou bereiken. Dus wat dat betreft heb ik mezelf wel verbaasd. Ik wil er echt het maximale uithalen. Maar ja, het is wel een hobby, maar wel een beetje doorgeslagen hobby. Maar ik vind school ook heel belangrijk. Dat zeker wel, ja. Ja, want jij bent niet fulltime met schaatsen bezig. Nee, nee, dat kan absoluut niet. Ik ga gewoon naar school, ik zit op de universiteit en daar moet ik ook gewoon mijn best doen. En daarnaast train ik. Dus ja, dat is natuurlijk ook niet te vergelijken met de toppers die fulltime ermee bezig zijn. Giel Hoed schaatste 3 afstanden op het NK Allround en eindigde op de 21ste plaats in het eindklassement. Ze kijkt met gemengde gevoelens terug op de wedstrijden. Ja, niet super. Ik heb natuurlijk geen PR's gereden. Tijden vallen een beetje tegen. Technisch niet optimaal. Maar qua spanning ging het goed. En ja, qua ervaring was het wel echt super. Echt heel leuk om mee te maken. En ja, ik geniet er echt van. Dus dat, wat dat betreft is het geslaagd.